De firma C. Kersten & Co. viert vandaag haar 250-jarig bestaan. Een belangrijke mijlpaal voor dit bedrijf dat op 29 juni 1768 werd opgericht en heden met haar 22 dochterondernemingen een van de meest gediversifieerde bedrijven in Suriname is. Het bedrijf heeft door de jaren heen sterke banden ontwikkeld met de gemeenschap en streeft continu naar duurzame waarden voor de gemeenschap, haar klanten, de werknemers en aandeelhouders. En dat geeft Antoine Brahim, directeur van Kersten, aan. Dat in 1903 als eerste bedrijf in Suriname overging tot instelling van een verzekeringskas voor haar personeel. Het was Kersten dat in 1901 begon met de oprichting van een eigen brandweerkorps vanwege beperkte voorzieningen van evenementsweer, de overheid. Het was Kersten dat in 1913 een eigen leerlingentehuis oprichtte ten behoeve van toekomstige employees. Het was een internaat voor, toen was het nog een nieuw idee, maar toen al, van on-the-job training. Want wat deden ze? Leerlingen werkten overdag in de Kerstenbedrijven en kregen 's avonds lessen. De Kersenbrandweer uit 1913. Het korps werd opgericht in 1901. En in 1913 werd het korps officieel erkend door de toenmalige regering. En decennia daarna heeft Kersten het brandweerkorps overgedragen aan de Surinaamse overheid. Brahim gaf verder aan dat het bedrijf in 1903 als eerste bedrijf in Suriname overging tot de instelling van een verzekeringskas voor zijn personeel. De eerste parkeergarage in Suriname was van Kersten, evenals de eerste supermarkt. In 2015 werd Surmac Frans Guyana geopend. Kersten heeft daardoor haar eerste stap buiten Suriname gezet en is voornemens zich ook in andere landen te vestigen. Maar 250 jaar boezemt vertrouwen in. 250 jaar is synoniem met kwaliteit en continuïteit. Is synoniem voor ons voor klantgerichtheid en creativiteit, innovatie. Kersten gaat over 250 jaar nog steeds bestaan. Maar ik ga u meenemen naar 2068. Laten we beginnen 50 jaar van nu. Hoe ziet Kersten er dan uit? Wij zien een kerstengroep van succesvolle en in de gemeenschap gerespecteerde bedrijven die de belangen behartigt van alle betrokkenen. Wij zien een sterk team van innovatieve professionals dat de markten voorziet van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten. Wij zien een hoogrenderende Kersten multinational die toonaangevend is in Suriname en in de regio. Wij zien een bedrijf waar onze klanten vol vertrouwen binnenkomen en ons weer met een glimlach verlaten. Wij zien een Kerstengroep waar wij allemaal trots op zijn. Tot zover Antoine Brahim, directeur van de firma C. Kersten & Co., die vandaag 250 jaar bestaat. Kersten is niet meer weg te denken in Suriname. Het bedrijf telt thans 1050 medewerkers.